überhaupt op te melden, die ga ik eigenlijk het beginsel even uitleggen. Met de dobbervissen gebruik ik een vaste dobber op de lijn, een 4 gram slootje eronder, een heel klein onderlijntje, en straks mogen mensen gewoon hier vooraan even gaan kijken naar de materialen die ik hier heb en de warteltjes die ik gebruik. Want dat is moeilijk te laten zien natuurlijk. En een maatje haakje 10. Dat doe ik in combinatie met pauwenbeten. En die heb ik in spuiten gedaan. En waarom? Je kunt in één oogopslag zien welke kleuren je allemaal hebt. Wat is het voordeel van pauwenbeet ten opzichte van levend aasweer, wormen, noem maar op. Het maakt meer beweging, trillingen in het water. En dat willen we veroorzaken. Waarom? Ten eerste moeten we weten, forel is een roofvis. Roofvis heeft altijd trillingen nodig om iets waar te kunnen nemen. Daarnaast zit je geur, smaakstoffen, er zitten kleuren in. En zelfs in de andere pauwenbeet zijn zelfs nog feromonen. Nou, daar worden ze heel opgewonden van. Dan ga ik ook nog even uitleggen wanneer zet je die in. Daar ga je dus niet mee slepen. Die pauwenbeet, die maak ik op een speciale vorm aan de haak. Daar gaat het eigenlijk om. Die vorm die moet goed zijn, die produceert trillingen. En aan de zijkant van de forel, regenboogforel, voornamelijk in Nederland, die heeft namelijk hier een orgaan zitten die de trillingen vermeldt. Nou, die trillingen, daar gaat hij op jagen. Als het troebel water is, ziet hij geen flikker. Doet hij eigenlijk alles op trillingen. Nou, denk je maar na, het voedsel van die forellen, dat is ook vliegjes, muggen, noem maar op, bijvliegen, rupsjes. Nou, als die trillingen van een heel klein vliegje aan het wateroppervlak, die kunnen zo waarnemen. Dat getril van dat vliegje. Laat staan die pauwenbeet die in het water voorbij gaat en die draait als een tierenlier door het water. Dan is het geheim pakken. Nou, ik ga het voor de mensen die nog nooit hebben gevist als forel, ga ik even uitleggen wat de beginnersfout is. De beginnersfout is eigenlijk wanneer die forel toehakt, hij meepakt met een dobber, dan moet je niet direct gaan slaan. Dat is het probleem. En dat doen dus een heleboel mensen, want die zijn gewend natuurlijk om grazen of vorentjes te vissen. En dobbertje onder, slaan. Beginnersfout. Laat die dobber gewoon lekker meezwemmen, net als wat we vroeger deden met levende aasvissen op zoek. Gewoon lekker mee laten zwemmen. En even de tijd gunnen om zijn prooi te laten eten. Want hij ziet het als prooi. Nou, als je dat weet, met die kennis vang je de eerste keer dat je naar de verwelvaart gaat, vang je vis. Maar nee, bij mij heeft het eigenlijk 3 keer eerder geduurd voordat ik het door had. En niemand vertelt je dat dan, hè? Niemand. Er staat dan een meneer naast je en die vangt achter elkaar. En die zal dat niet zeggen. Ja, dan moet je zus of zo doen. En dan vraagt hij dat en zegt hij, ja, gewoon vangen. Hij zal niet vertellen hoe hij dat doet. Nou, hier sta ik dus voor. Ik sta hier om een geheim te vertellen over forelvissen. En iedereen die kan daarna vangen. Iedereen. Nou, als volgt. Met dat dobbertje, dat is de makkelijkste manier eigenlijk van vissen. En het is ook heel mooi. Het is visueel. Ik ga het niet te moeilijk maken, want ik kan ja, een paar uur over vertellen. Maar ik ga u laten zien hoe u een vorm kunt maken die heel effectief is voor op het forelvissen. Pak gewoon een stukje deeg. En dat hoeft helemaal niet zo groot te zijn. Die doe je aan de haak. Ik maak daar eerst een balletje van. Die kneed ik gewoon op mijn haak heen. Balletje. Goed aandrukken. Het gaat er niet om dat die meesten de haak niet mogen zien. Het gaat er gewoon om dat die goed vast zit aan je deeg. Anders verlies je je deeg. Nou, dan als volgt heb ik hier de onderlijn in mijn hand. En ik begin aan één kant begin ik een beetje heen en weer te draaien. En ik maak de globale druk van. Dan vervolgens
uit het druppeltje. En straks zal ik hier een paar vormen delen voor u. Dan kunt u gewoon kijken hoe ze zijn gemaakt. Er komt trouwens een speciale editie volgende maand in het visblad. En als het goed is, staan daar ook vormen die ik heb voorgedaan. Die komen in het visblad te staan. Nou, daar kunt u het ook nog een keer naar kijken. Dan druk ik er maar één kant plat. Ik ga nu een wobbel maken. Die heb ik zo genoemd. En eigenlijk is het gewoon een spinnetje wat ik ga maken. Een spinnetje die in het water heel mooi draait. Nou, en zoals jullie zien, draait deze al een kwartier hier. En nou ja, de bak is natuurlijk een beetje klein, maar en niet zo lief. En wat ik nu laat zien is, even kijken, niet dicht, zo. Dan kunt u zien dat die wobbel heel mooi draait. En als ik hem naar de oppervlakte laat komen, dan kunt u dat beter zien. Nou, wat gebeurt er nu als het troebel water is? Dit is een killer, hè, op de Vuilvijver. Dit is echt een killer.